Ouders kunnen soms moeite hebben met het helpen van hun kinderen bij het vak wiskunde. Er is immers veel veranderd sinds ze zelf op de middelbare school zaten. Voor die ouders hebben we een aantal goede tips. Als een kind moeite heeft met wiskunde, dan is het de moeite waard om de volgende drie vragen te stellen. Maak je altijd al je werk? Schrijf je altijd al je berekeningen op? Kijk je altijd je werk na? Als het antwoord op één van die drie vragen nee is, dan kan dat iets zijn om aan te werken. Soms zeggen ouders, ja, ik was vroeger ook niet zo goed in wiskunde. Zeg dit toch liever niet in bijzijn van het kind. Want voor schoolgaande kinderen is wiskunde nu eenmaal wel een belangrijk vak. Zeker met oog op de toekomst, waarin steeds meer banen een wiskundige basis verlangen. Bedenk dat ouders en school elkaar aanvullen. Bij de wiskundelessen worden soms hele specifieke manieren van denken en probleemoplossen aangeleerd. Als u dan thuis een andere manier probeert, dan kan dat heel verwarrend zijn voor het kind. Waar één ouder misschien gelijk met het antwoord klaarstaat, wil de andere ouder misschien een hele uitgebreide uitleg geven. De eerste methode helpt het kind niet echt, terwijl de tweede methode op weerstand kan rekenen. Zie de wiskundeopgaven als puzzels en probeer het kind met vragen zelf te laten nadenken en tot het antwoord te komen. Hierdoor helpt u ze uiteindelijk om het zelf te doen. Deze tips zijn natuurlijk geen wondermiddel, maar kunnen misschien net dat beetje verschil maken. Natuurlijk hopen wij ook met onze uitlegvideo's wiskunde voor iedereen makkelijker en leuker te maken.